Goeiedag beste mensen, op deze 28 april 2020. Ik ben hier aan de Grote Markt van Hulst. Dus hier voor ons kan men zien die immense kraan. En ik vermoed dat dus dat die kraan hier aanwezig is voor het bekijken van de klokken van de Sint Willy Brordus. Want dus de klokken zijn al een tijdje defect sinds de stormen die er geweest zijn enkele maanden geleden. Zijn dus de klokken vastgelopen. Dus het uur, ik zal nog even inzoomen. Zoals je kan zien, dus links en rechts is er een stuk van de vlag in de wijzers terechtgekomen. En dus die werken niet meer, dus het is de klok links en rechts. Maar blijkbaar, ja, die vlag is wel nog duidelijk te zien. Dus de bedoeling is natuurlijk eerst en vooral die vlag uit de wijzers te krijgen en dan volgt waarschijnlijk de technische herstelling stap voor stap. Hier ook nog een zicht, dus recht voor ons de Steenstraat van Hulst, dus die momenteel afgesloten is. En nogmaals hier toch wel die immense kraan die natuurlijk wel moet zo groot zijn om op deze plaats te komen van de klok. Ja, we zien dat momenteel de kraan terug gedeeltelijk geplooid wordt. Ik zie nog niet een directe handeling tot de toren. Voilà beste mensen, dat was het hier even op 28 april 2020. Dus ik heb geen beweging gezien tot de kerktoren hier. Dus het is niet helemaal duidelijk wat er dus hier gebeurd is. Men weet wel uit, uit de krant dus dat men de kloktoren, daar dus de twee klokken,
wilt herstellen, die momenteel dus met een vastgelopen vlag de wijzers dus defect zijn. Voilà, dus het verhaal wordt vervolgd, beste mensen. Tot de volgende keer.